Björn, heb jij een schaar? Nee, ik heb geen schaar, sorry. Ja. Ik heb wel een pen voor je. Hoe nou weer met een pen? Jeff, heb jij een schaar? Nee. Zo, we kunnen beginnen. Klaar om naar zijn nieuwe eigenaar in Engeland te gaan. Oh, jammer, ik had hem eigenlijk zelf willen houden. Ja, ik kan niet alles hebben. Is opgeladen, maar soms hoop je wel echt dat de auto ook daadwerkelijk bij de klant aan gaat komen. We hebben dit vervoer niet geregeld, dus hopelijk krijgen we niet straks een telefoontje dat die van de kar af ligt of onder een bruggetje hangt. Of... Hopelijk gaat het goed. Baby! Batterij heb ik 80%. Alleen mijn versterker is bijna leeg. Zelf daar naar heen te vliegen en kwijt te raken, lukken zo. Oh, heel veel wind. Dit is wel echt heel veel wind. Ja, nee, maar dat ding. Voor jou het maakt het niet zo uit. Helaas een hele korte vlog vandaag, maar ja, we wilden toch nog even laten weten dat we morgen aanwezig zijn bij Autovisie Cars en Coffee XXL, of in ieder geval iets in die trant. Hele lange naam. En wat gaan we dan weer meenemen? Nee, die niet. Voor de rest hebben we nog wel wat andere leuke dingetjes staan, maar dat zijn projecten waar we mee bezig zijn. Die wordt wel erg leuk. Dus ik denk toch dat het de oude, vertrouwde Ferrari wordt. En Björn gaat hem nu eventjes klaarzetten, zodat we morgen gelijk weg kunnen. Nou, en de vlog van morgen zal ook een voorbode zijn voor de nieuwe vlogs die we gaan maken. Want ja, het vloggen bevalt ons wel en de reacties zijn ook erg leuk. Dus daar gaan we ook vooral mee verder. We gaan het alleen opsplitsen. We krijgen echt een JD Customs vlog. En die blijft dus ook gewoon waar je nu zit te kijken. En er komt een aparte vlog waarin ik dus ook dingen buiten JD Customs ga laten zien. En die komt op mijn eigen kanaal. Die staat hier beneden gelinkt. Dus ja, we gaan ze opsplitsen. Ze zullen nog een tijdje samen draaien. Dus de vlogs die ik nu maak, die komen op allebei de kanalen te staan. Maar na een tijdje zal je dus ook gaan zien dat we ze opgesplitst hebben. Dus JD Customs krijgt dan zijn eigen vlogs. En op Jordi Dost komen de andere vlogs te staan met, ja,
heel uiteenlopende dingen. Niet alleen JD Customs gerelateerd, maar gewoon ja, eigenlijk de leuke dingen die ik meemaak, die ik jullie dan kan laten zien daar. Tot zover deze korte vlog. Ik hoop dat je het toch nog leuk hebt gevonden om naar te kijken. En geef anders even hier beneden aan van, nou doe maar geen korte vlogs meer, doe dat maar lekker niet. Of van, nou ja, wij vinden het ook prima om naar een korte vlog te kijken en maak maar zo lekker zoveel mogelijk vlogs. Zou ik leuk vinden om van jullie te horen. En ja goed, tot de volgende vlog. En die is dus morgen vanaf de Cars & Coffee XXL bij Autovisie. Tot morgen en bedankt voor het kijken. Jor, waar ben je? Hier. Wat ben je aan het doen dan? Ja, nieuw idee verzinnen voor de vlogs, want we moeten toch verder.